Hi, mijn naam is Vere. Ik zit in het eerste jaar van mijn opleiding verkoopspecialist en ik volg het keuzedeel belevingsgericht werken. In deze video vertel ik je samen met meneer Rossier alles wat je leert tijdens dit keuzedeel. Ook vertellen we wanneer dit keuzedeel echt iets voor jou is. En tot slot vertellen we je wat handige feitjes over dit keuzedeel. Ik ben Boudewijn Rossier. Ik ben docent van het keuzedeel belevingsgericht werken. We leven in een economie waarin beleving steeds belangrijker wordt. Bedrijven doen er alles aan om te zorgen voor die ultieme klantbeleving. Nou, en daarin kan een kleine moeite een groot gebaar zijn voor de klant. Voorbeelden die je erbij kunt benoemen is onder andere het kopje koffie dat je wordt aangeboden tijdens het shoppen bij je favoriete kledingwinkel. Of het extraatje dat je krijgt van de webwinkel omdat je pakketje is vertraagd. Of een bijzonder warm onthaal bij het hotel voor je overnachting. Of misschien wel een uitgebreid activiteitenprogramma bij de camping of bungalowpark. In het contact met de klant maak jij als medewerker het verschil. Jouw gedrag is bepalend voor de beleving van de klant. Draag jij bij aan een positieve beleving, dan zorg jij ervoor dat de klant de organisatie en haar medewerkers positief herinnert. In het keuzedeel belevingsgericht werken leer je hoe je inspeelt op de behoeften en verwachtingen van de klant. En hoe je zijn verwachting overtreft en daarmee zorgt dat de klant de ervaring niet zal vergeten. Dit zijn belangrijke vaardigheden die niet alleen gevraagd worden in de travel, horeca of de detailhandel, maar je moet aan steeds meer sectoren ook denken, aan bijvoorbeeld de bouw, ICT of de zorg. In de les heb ik geleerd hoe je het verschil kunt maken door bijvoorbeeld de deur open te houden of even gezellig een praatje met ze te maken. Dit keuzedeel is echt iets voor jou als je wordt opgeleid in een beroep waarmee je in contact komt met klanten. Als je klantgericht en commercieel bent, als je wilt leren hoe je kunt inspelen op de behoeften van de klant en als je bereid bent een extra stap te zetten om de verwachting van de klant te overtreffen. Ik heb voor dit keuzedeel gekozen omdat ik graag wilde leren hoe je met kleine dingen de beleving van de klant kunt verbeteren. Dit keuzedeel duurt 1 periode en bestaat uit 5 bijeenkomsten. Je bent gemiddeld 240 uur bezig met dit keuzedeel. Dit keuzedeel is geschikt voor studenten die een opleiding volgen niveau 3 of niveau 4. Ik hoop dat we je een goede indruk hebben gegeven over het keuzedeel belevingsgericht werken. Mocht je toch nog vragen hebben, kijk dan op het studentenportaal onder het kopje keuzedelen.